Hulpverleners in de Amsterdamse Bijlmer luiden de noodklok over huiselijk geweld tegen vooral Afrikaanse vrouwen. Het is een groot probleem, want de vrouwen durven geen hulp te zoeken uit schaamte en omdat veel van hen illegaal in Nederland verblijven. Een Afrikaanse predikant in de Bijlmer heeft zich het lot van deze mishandelde vrouwen aangetrokken en probeert het stilzwijgen te doorbreken. Normally, you don't plan to kill. By the course of argument, you may hit your partner and before you realize, he or she is gone. He holds my throat. He will tell me he will kill me. And I'll tell him if you kill me, yeah, nobody knows me. Nobody will ask after me, so kill me if you want to. Huiselijk geweld binnen de zwarte gemeenschap. Het blijkt buitensporig groot. Mesisi Dube is zwarte dominee in de Bijlmer en luidt de noodklok. De meeste vrouwen hier staan soms dagelijks aan de mishandelingen bloot. Ze zijn vaak illegaal en kunnen geen kant op. Ook hun kinderen die hier zijn geboren zijn het slachtoffer. Dat is een lost generation, we zeggen het in Engels. Ja, ze hebben geen toekomst. Dube opende onlangs een nieuw kantoor midden in de Bijlmer. Dagelijks staan wanhopige zwarte vrouwen bij hem op de stoep en vragen om hulp. Het is heel zwaar. De meeste van deze vrouwen, ze willen moord plegen, ze willen zelf doodmaken. Ze willen rennen van één relatie naar andere relatie. Ze weten, dit is heel zwaar. Ze kan dit niet halen. Met kinderen vaak. Ja, ze kan dit niet halen. En wat je noemt slavery of slavernij, dat is slavernij. He beat me in front of a third person, hit my head several times on the wall, twisted my hand, punches. Cecile komt uit Ghana en werd naar Nederland gehaald door haar man. Ze is illegaal en financieel van hem afhankelijk. Eenmaal hier begonnen de mishandelingen omdat ze niet deed wat hij zei. Haar kind van vier is vaak getuige. He cries sometimes and come to me. The father tried to raise his hand or to touch me. He's scared because he runs back to me, calling me mama because he's scared that he's going to hit me. And my daughter stands and cries, Papa, stop. You don't have to do this. It's not good. Why do you have to trouble mama every night? Papa, please don't do it. But he keeps on doing it. Claudine heeft twee kinderen. Ze zijn 8 en 9 jaar en dagelijks getuigen wanneer hun moeder voor hun ogen wordt afgeranseld door hun vader. Ook het gedrag van haar zoon wordt hierdoor steeds agressiever. He will be crying without no reason. He will be so aggressive to other children, pushing children, hitting children. And they will ask me at home. They will call me and ask me that he's so aggressive. He's hitting children. What is the problem? I will say there's no problem because I can't say what is going on in the house. Waarom is deze groep vrouwen zo moeilijk bereikbaar voor hulpverleners? Ja, ik denk dat dat een combinatie van factoren is. Het is sowieso een schaamtevolle toestand om te vertellen over huiselijk geweld. Dat geldt voor alle mensen. In deze gemeenschap is het heel erg taboe. Mag eigenlijk niet over worden gesproken, dus dat wordt achtergehouden. Je bent een verrader als je dat naar buiten brengt. En dan zijn er in die gemeenschap nog mensen die illegaal zijn in Nederland of denken dat ze geen recht hebben op verblijf. Waardoor ze ook niet snel hulp buiten hun eigen deur zullen zoeken. Dus door die combinatie van dingen denk ik dat het nog een erg gesloten geheel is op dit moment. Bij ons in Afrika, dat die man is de hoofd, die man is de baas. Die man doet alles wat hij wil. En die mevrouw moet alleen die man volgen. En hier in Nederland, dat is niet zo. We leven op andere manieren. Die oorzaak, dat gaat terug naar huiselijk geweld. Omdat die man in die hoofd is niet bevrijd. Hij denkt dat om die problemen te oplossen, ik moet die vrouw behandelen als een slaaf. Slaan, dwingen om seks te hebben, dat is het probleem. Your children, they don't have a future. If you as mothers, you are not taking care of them, you know why? They are going to end up in prison there. They are going to end up doing nasty things on the street. Dominee Dube probeert de angst en de schaamte van de vrouwen te doorbreken en spoort ze aan toch hulp te zoeken. Vooral om de kinderen een kans op een toekomst te geven. Maar de angst onder de vrouwen is groot. Maar uit onderzoek is inmiddels wel bekend dat zij ook echt schade oplopen voor hun toekomst.
En dat kinderen die in zo'n situatie hebben geleefd een grotere kans lopen zelf later ook slachtoffer of pleger te zijn van huiselijk geweld. I was afraid because I don't have anywhere to go. And I don't trust the other people also. So I kept it. For how long? It is over 5 years. I can't open up and say because I'm afraid if it's been opened up, maybe I'll lose my children because they are my only source of joy. And without them, they're the only thing I have in this country. Without them, I don't know what I would do because my relationship is no good. I have no family. I have nobody to go to. My children are the only thing I look at. I say, yeah, I have something. In the beginning, they would try to help you. But since I'm not documented, I may be thrown out and then my child will be taken away from me. Is er opvang voor illegale vrouwen die mishandeld worden? Er zijn hele beperkte mogelijkheden voor opvang. Er zijn wel goede mogelijkheden voor ambulante hulp en dat bieden we, ook in een steunpunt in Zuidoost. En voor opvang zijn die mogelijkheden heel kort, omdat als er geen perspectief is, er ook geen vervolg gegeven kan worden. Dus het is ons alles aangelegen om mensen te zeggen, kom vooral bij ons praten. We gaan met je onderzoeken hoe het geweld gestopt kan worden. En laat je niet weerhouden door het idee dat je toch geen recht hebt op opvang, want daar doe je jezelf tekort mee. Beautiful, beautiful Zion, we are marching upward. Sommigen hebben dominee Dube kunnen bereiken. Zij kwamen praten en praten nu met andere vrouwen die nog niet goed durven. What I am suffering today, my children will not survive. Doe het vrijwillig op de basis dat ik wil een opening maken voor onze zwarte mensen, zwarte gemeenschap, dat ze moet in deze richting gaan, bevrijding te krijgen. Dat is op de basis van bevrijding voor hen. So what we're going to do is to... Samen gaan ze kijken hoe de volgende stap genomen kan worden. Garanties zijn er niet, maar wel dat het kind aan geweld wordt onttrokken. So don't care about what people say. Before I used to be scared, I used to hide, I don't want to talk, and now no. Because how long are you going to hide? Put it in the open, let people call you the name they want to call you. All you want is the end of it. Enough is enough. Dit moet veranderen. Ze kan niet wachten voor die Nederlandse instelling om dit te veranderen. Ze moet dit veranderen. Zo zegt mijn vriend Obama dat... you don't have to wait on my ability, but the ability of making a change is when we do it together.